Hi allemaal, ik ben Jelena en het is weer tijd voor een gloednieuwe aflevering van Q-Time. Ik hou van babbelen met mensen, maar bij Q-Time hoort er ook altijd iets lekkers. En vandaag heb ik een gast die lekkere dingen maakt. Vandaag is bij mij in de studio Reinald Pelgrim, meer bekend als Ray Ray, de owner van Pellies Pancakes. Welkom. Ray, Ray Mag ik Ray, Ray zeggen of ja. moet ik zeggen Reinold? Wat wil je? Of Pelly? dat is nog mooier. Oké, dan ga ik je Pelly noemen. Hoe gaat met je Pelly? Gaat goed met me, prima. Pelly's Pancakes uh, maakt, voor wat ik heb gezien, very, very delicious pancakes. En... Hoe ben je op het idee gekomen om pannenkoeken te bakken? Want er worden zoveel uh, pannenkoeken gemaakt hier. Oh, iedereen maakt pannenkoeken. Van. Mijn moeder maakt de lekkerste pannenkoeken eigenlijk hoor. Maar uh, jij hebt je eigen business uh, gevonden in pannenkoeken bakken. Vertel yes. me. het is zo, so, dat uh, we werden geconfronteerd met COVID. En uh, die tijd daar, weet je. We werden in lockdown gezet en al die dingetjes daar. En boy, ik dacht van, ik wil niet gewoon zitten. Want voorheen maakte ik al pannenkoeken gewoon voor familie, vrienden. Als uitgingen en zo. En, uh, gaf Als jullie uitgingen, dus voordat je op straat s avonds ging, maakte je pannenkoeken? Af en toe ja, zo, weet je, Allemaal sneller gewoon. Uh -huh. En uh, ik zei van, boy, ze zeiden altijd van, boy, die pannenkoeken zijn lekker en alle soort dingen, want dan was het ook Een keertje bij de gemeente, toen mm. hadden we ook pannenkoeken gebakken. En uh, toen zeiden ze ook al van, hé, het is lekker, dus oh, op een dag zat ik gewoon. Maar, dus, we werden ik werden geconfronteerd. Ik dacht van, boy, ik wil niet gewoon zitten en gewoon niks doen. Dus ik dacht van, why not taking the risk om een business te starten? En uh, ik ben ook niet geweldig begonnen. Ik kreeg uh, 50 SRD. Mijn moeder ondersteunde me om mm -hmm. bakjes te kopen, die voorraadspullen te kopen. En dan, toen zei ik van, nee, dan ga ik beginnen. En toen was ik die tijd nog in een modellengroep. Mm -hmm. Ik kwam met de eerste verkoop van mensen. Ik heb pannenkoeken. cetera en hebben uh, ze gezegd, nee, het is lekker, het is lekker. En zo zei van pelly, kip op, kip op. Dus toen heb ik gezegd van nee, dit kan hem echt worden. Dus heb ik daarna een liefde in gaan. Ben ik een liefde in gaan vinden, heb ik gezegd van nee, ik ga hiermee van start. Het is van mij, oké, okay, dus toen is uh, Pelly's Pancakes ontstaan of geboren. Maar hoe lang bestaan jullie eigenlijk al? We zijn al drie jaar. Ik ben uh, niet lang geleden. 15 maart ben ik drie jaar geleden. Mm -hmm. mm -hmm. dus drie jaar gaan jullie studyen. En uh, waar, uh, wat voor pannenkoeken maak je allemaal? Want nu zijn jullie, of tenminste, is Suriname zelf bekend met de, de Hollandse platte pannenkoeken, maar mm. de, doe je nog meer? Ja, dus ik maak natuurlijk pannenkoeken gewoon, uh, fluffy pancake, wafels en uh, nu ook poffertjes. Dat heb ik laatste uh, 15 maart ge. Into the set. Je, okay. En toeristisch. Oké. En gewoon met kaneelsuiker of. Uh, of de nee. Die is geen vraag. Je doet niet alleen kaneelsuiker, Je doet het. Je hebt die extra wrestle dazzle. Ja yeah, ja yeah. Dus je hebt verschillende toppings. En de klanten mogen dus ook zelf kiezen wat ze willen. Want ik heb een hele lijst. Je hebt pure mm. poedersuiker, Alle syrup, Choco. Karamel. Ja. Zo lang een lijst. Doe maar op. <laughs> Toch? Ik heb een hele lange lijst met toppings en de mensen mogen daar zelf kiezen welke ze willen. Als ik zelf moet um, kiezen wat voor topping de mensen echt lekker vinden, is het echt die choco syrup en die Oreo. Mm. Dat zijn echt die mensen. Ik heb hun. een foto gezien van die Oreo uh, topping volgens mij en die foto was echt het zag er zo aantrekkelijk uit. Ga je daar ook echt over zitten nadenken voor je, voor je foto's maakt om te posten of um, bedenk je eerst het heel concept van oké okay, deze week of dit keer wil ik dit toevoegen aan mijn menu. Ja, ja, ja. Natuurlijk heb je eerst ja, een planning vooraf van wat je precies gaat posten, wat je precies gaat doen, wat wil je representeren aan de mensen. Mm -hmm. Dus uh, wanneer ik zo een post ga leggen, denk ik aan twee dingen. Eerst, ik denk van boy, één, het moet de mensen aantrekken. En punt twee, ik weet altijd dat het lekker is, dus mm -hmm. de mensen gaan sowieso smullen. Maar hoe speel ik af op de toppings van de mensen. De mensen houden van Choco en Oreo, dus dan mm -hmm. ga ik echt zo'n foto posten. Maar sommige mensen vinden dat soms van eten. Dus Precies, is het is het zoet of je iemand nieuw die pas komt kijken. Mm -hmm. Maar ik zeg ook altijd, het is gewoon people's choice, hoor. Want als je pas komt kopen, mag je ook zelf je eigen topping kiezen van wie je wil. Bijvoorbeeld kaneel of poedersuiker. Mm -hmm. Maar dat plan ik echt gewoon, wat ik weet van choco en oreo is dat wat de mensen echt... Uh, the people are in love with the choco. Nee, thank En Wacht even, ik zit heel even vast, want ik zie die chocolade gewoon helemaal voor me nu. Want <laughs> dat maakt je zeg maar anders dan de rest, want er maken al zoveel mensen pannenkoeken. Mm. En toen heb ik gewoon gezegd, ik ga ook gewoon los van dat. Iedereen even gezegd, je kan het, ben je ook gewoon die competitie aangegaan? Of zeg je, ik sta gewoon helemaal los van de rest, Cause... Ik vind wel dat ik los van de rest sta hoor, omdat weet je, Pelly's Pancakes heeft wel producten uitgebracht die, je zou zeggen, ik heb het nooit, voor als je op mijn mappetje gaat doen, van, ik heb dit nooit ergens meer iemand anders gezien, weet je, van, ze zitten het in zo'n verpakking, of ze zitten het in zo'n x, dat je kan zeggen, ai, ay waka. Maar, ik zeg altijd van, boy, ik heb, concurrentie ga je sowieso hebben. Dat is altijd, en je moet van je concurrenten soms ook leren. Mm -hmm. Toch? En ik ga ook daarmee ook heel schappelijk mee om. Mm -hmm. En uh, ik zeg ook van, boy, concurrentie voor mij hoeft niet hoor. Hoeft echt niet omdat, ik zeg mensen ook van pelispecchie staat voor kwaliteit. Toch? Als je komt, ga je zien en als je het proeelt eet, ga je zien van, nou, dit is hem. Dit is echt wat ik wil. En je krijgt ook wapen naar je Geld. Waar we je ja. Oh, dat is very good. Maar waar zijn jullie gevestigd dan? Um, heb je een restaurantje of is het, hoe, hoe, hoe werkt het als ik nu of straks pannenkoeken wil? What, waar ga ik? Dus het is zo dat uh, mensen op bestelling mogen plaatsen. Want ook omdat ik met bakdagen werk, mm -hmm. en uh, ik werk nog van huis uit. En uh, als ik zo'n bakdag word dan bekendgemaakt op mijn page... En dan geef ik aan van zo'n dag heb ik bijvoorbeeld pannenkoeken, heb ik poffertjes. Of een, 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 bijvoorbeeld, ik heb ook een deal. Eén van de maanden op de dinsdag heet dan Tasty Tuesday, dan heb je een combinatie die je mag maken en dan uh, krijg je daarvoor een SRD. Oeh, mm -hmm. dat is ook nog een mooie deal. Jawel. Dus als we je, um, je hebt uh, laatst iets gezegd over live baking, wat, mm -hmm. wat moeten we verstaan omdat live baking gebeuren wanneer je dat doet? Live baking wil zeggen dat de mensen dan uh, me gaan inhuren mm -hmm. om te komen ter plekke om dan pannenkoeken of poffertjes te bakken. Daarbij heb je ook twee pakketten. Mm -hmm. Je hebt bij uh, pakket A, is dan uh, de normale pannenhoeken die je gewoon rood. Mm -hmm. Dat heb je meer op Biggie's maar fies, als mensen een goed feestje <laughs> hebben, en dan gaan we die daar voor je bakken. Mm -hmm. Maar je hebt ook pakket B, waarbij die pannenhoeken in stukjes worden gedaan. Dan heb je meer op kinderfeestjes, want je weet, het is kinderen eten niet fijn. Maar ook mm -hmm. andere mensen bestellen dat ook. Maar mm -hmm. dat ook, uh, is net een hapje, gewoon maar misschien mm hebben -hmm. die mensen al heel veel dingen besteld. Mm -hmm. Dan uh, heb je dan die pannenhoeken erbij die je gewoon kan eten als een hapje, weet je. En de poffertjes heb je dan nu ook. Dat uh, wordt ook ongelimiteerd gebakken. En als ik direct maar aangeef, ja, pakket A, <laughs> dat is 60 US dollar per uur. Mm -hmm. En pakket B van de van kinderfeestjes en zo. Mm -hmm. Dat is 45 US dollar per uur. En de poffertjes nu zijn ook 40, nee, 45 US dollar pakket B, en pakket van poffertjes is 40 euro per uur. wordt gewoon ongelimiteerd gebakken. Ja, dus jij, de, 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 de klant bepaalt zelf hoeveel ze willen eten. Ook al willen ze 20 keer komen, mogen ze... 20 keer komen! En heb je nog speciale dingen gepland voor jezelf? En uh, Pelly's Pancakes, want nu hebben we de, pannenkoek, de poffertjes gelauncht en mm. je uh, kan al of verjaardagen of uh, speciale events, hmm. dingen maar allemaal maar zit er nog meer in de planning? Er is heel veel voor dit jaar nog komende. Er komen nog mooiere dingen, nog creatievere dingen, dat mensen echt gaan zitten kijken van wauw, dit hebben we echt nooit eerder gezien, toch? Als ik mag zeggen, een beetje mag verklappen, zal binnenkort ook zien wat er met die pannenhoeken ook gaan gebeuren. Ooh. Eentje mag ik al verklappen, dat komt binnenkort ook al, die pannenhoeken met kaas. Oh gaat in een heel andere... Als je niet gewoon kaas sprenkelt op je pannenhoeken, gewoon alsof het gewoon poedersuiker is. gaat heel mooi komen. Je gaat het Ach, werken? Okay, <laughs> we, gaan, we kijken er naar uit. We kijken naar uit. Um... Als mensen je willen bereiken, je bent op social media, hoe kunnen we je verder nog bereiken als we pannenkoeken of alle andere lekkere dingen van je willen bestellen? Op, op WhatsApp ben ik te bereiken op het nummer 749-7751. Mm -hmm. Op Facebook is het Pally's Pancakes, op Instagram is het Pally's Pancakes en op TikTok is het ook Pally's Pancakes. Pally's Pancakes is everywhere. <laughs> en yeah. stel, ik zit hier en ik denk, oh my god, je maakt zoveel so lekkere dingen. Chocolade, oreo sprinkles, mm. kaneel, uh, cinnamon syrup, everything. Maar Stel, ik wil mijn pannenkoeken niet rond, ik wil ze in sterretjes hebben. Zou ik ook met een speciaal zoek naar je kunnen komen als je kan pakken? Pannenkoeken sterretjes, okay. voor? Me. Just thinking out loud. Misschien wil ik halve maandjes of zo. Ja, wellicht ben ik creatief. Hij <laughs> sterretjes en die halve maandjes. En wat daar ook die mensen willen, gaan we voor je creëren. Mm. En vergeten wat te zeggen bij de vorige vraag. We doen ook. Los van live baking dingetjes. Doen we, mensen mogen ervoor kiezen voor live baking. Mm -hmm. Maar je hebt ook mensen mogen voor kiezen voor gewoon een birthday package. Mm -hmm. Dat is dan dat je zelf gaat bestellen. gaat Ik wil bijvoorbeeld 30 stuks pancake sweets. Als dus ik mag gaan aangeven, die pancake sweets zijn in aan een de stok. Mm -hmm. Deze rolletjes: Je hebt een uh, bosbos en je krijgt een snoep op de top. Mm -hmm. Dat is voor kindervisjes ook. Mm -hmm. En de mensen mogen me daar aangeven wat voor thema ze hebben. Zeg maar, je hebt Cocomeland, dat heb ik ook. Uh, twee maanden geleden gedaan. Cocomijlen, dan ga ik het in een hele Cocomijlen-decoratie oh. voor je opzetten. Mm, al enteem. die mooie dingetjes, daar doe ik ook. Wauw. Nou, je, je, bleef te, je gaat wel helemaal erop in. Ja. Yeah, Zo, yeah. so, nu zitten we hier. Je hebt uh, zoveel in petto. Um, je verklapte dat je ook eigenlijk van Coco houdt als dus van bakken. Is er in de toekomst ook nog iets dat er meer wordt dan Pelly's Pancakes? Alleen Pelly's Kitchen, yeah. Pelly's Catering of something? Ja, yeah, dus. Want godswille uh, zit ik na te denken dat uh, die Pelly's Kitchen ook uh, kan uitkomen wat naast pannenkoeken. Dat gaat men ook vragen van, eerst hey, is er geen eten? Want mensen willen los van breakfast ook wat maaltijd hebben, weet je Dus ik uh, zit er ook van na te denken dat het ook, ook uitkomt. En vooral oude mensen gaan weten van, eh hey, die pannenkoeken zijn honderd. Dan uh, eten gaat ook... Ook honderdduizend zijn. Honderdduizend. Nou, eh... Bellies. Als je zelf nog iets wil zeggen aan iedereen die kijkt, dat is nu je moment. Ja, yes, en dan voor alle jonge ondernemers wil ik zeggen: wees nooit bang om kansen te nemen, toch? Als je, met, als je een business wil starten, maakt niet uit wat voor producten het ook is. Begin, want je weet maar nooit hoe je eindigt. En het einde is belangrijk, weet je, maakt niet uit hoe je situatie eruit ziet. Begin. En geloof me, ik weet zeker dat je succesvol zal zijn. En ja. Voor u heb ik ook een, voor mij? Uh, een snackbox, als ik je mag wezen, zo ziet onze er snackbox eruit. Oh, wauw, mag ik het vast houden? Yes! yes. Prachtig, Prachtig. wat zit, een... zit er allemaal in? Misschien moet ik het zo houden. Je krijgt een pannenkoek, een fluffy pancake, een mm -hmm. wafel een pancake, pannenkoek oh. met kitkat erin. Ja, dat mm -hmm. ziet er allemaal zo dat uit. Het ziet er echt goed er uit. uit. Wauw, oké. Okay. Met deze snackbox in mijn hand, het ziet er prachtig uit. Ik kan niet wachten om uh, te beginnen te snacken. En ik ga beginnen met die ene, met die uh, mm -hmm. uh, mm -hmm. Kit Kat. Kit -Kat. Kit -Kat. Oh, God, waarom wil ik twee snacks? Ik heb favorite hoor. Eh? Ja. Kit -Kat. Ik ga met die beginnen om te proberen. Ik ben helemaal, ik ben mijn woorden. Ik weet, ik ben gewoon, <laughs> ik is mijn hoofd te Pancakes. Maar ik ga hiermee afsluiten. Het ziet er prachtig uit. Een prachtige snackbox van Pelly's Pancakes. Jullie kunnen ze vinden op Facebook, Instagram, TikTok. Zijn nummer komt nog een keer in beeld. Ik heb niets meer eraan toe te voegen. Bedankt voor het komen. Jullie bedankt voor het kijken. Remember, your time plus my time. En Pelly's Pancakes snackbox wordt Q-time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.